Dit vindt Heerle niks. Dus mag uiteindelijk Ibarra door. Boni, die gaat schieten. En hoe? En hoe? Zoals Boni dat kan, 19e minuut. Het is 1-0 voor Vitesse. Wat een knal van Boni. Dit laat Hichler door. Dan is Duarte de man die bal speelt aan Van Ginkel. Ibarra die overneemt. Boni vindt en die legt hem even voor de rechter, zeg. En Pasveer ziet het heus wel. Maar wat moet je er dan doen? Boni legt hem keurig neer. Van Ginkel. Voor Isevic heeft een probleem. En een dubbel probleem, want Van Ginkel scoort. Kon ongehinderd verder, omdat Voor Isevic geblesseerd moet afhaken onderweg. Maar neemt niet weg dat het 2-0 staat voor Vitesse. Want Van Ginkel hoeft daar natuurlijk niet op te wachten. Voor Isevic kan niet verder. Zal niet echt een formidabele warming-up hebben gemaakt, Koenders. Daarvoor was de tijd kort. En dat op zich is natuurlijk wel een risicootje. Het is niet anders. Vajinovic. Everton. Vajinovic. Duarte kwam ze er even mee bemoeien. Van der Heijden grijpt in. En is nu te laat. En dit is geen buitenspel voor Duarte. Nou, dan is daar zomaar de mogelijkheid om terug te komen in de wedstrijd. En dat doet Duarte. De eerste keer dat een combinatie van Heracles lukt. En het is meteen raak. Het verbaast mij niet. Misschien is er iets aan de hand met Reis. Maar ik benoemde hem zojuist al dat niks liep eigenlijk bij hem. En hij wordt nu al vroeg in de wedstrijd vervangen door Kazashvili. Ook een aanvaller. 2 minuten erbij. En die zijn ingegaan. Met balbezit voor Schenkeveld. Voorbij aan Tjommer. Tjommer in de achtervolging. En die schopt dan. Ja, wat dom. Wat dom, dom, dom. Op het randje van de 16. Even dat schopje. En dat levert Tjommer ook nog geel op. En wellicht daarmee ook de mogelijkheid. Om voor rust alles nog te repareren voor Heracles. Veldhuizen bijna verrast en de rebound was niet besteed aan Vajinovic. En half gemist door Koenders, maar half is helemaal eigenlijk. En dan kan Havenaar Boni inspelen. Rienstra heeft dat goed doorzien. Hier is toch nog ruimte voor Kazashvili. Schenkeveld terug. Kazashvili twee man voorbij en zegt Hichler, ik ga Kazashvili... Nee, Duarte geel geven. Dan geeft hij ook een strafschop. Strafschop voor Vitesse. Ja, hij tikt de rechterknie aan van Kazashvili. Boni. En pas weer. Keurig gered. En dan Rienstra de bal stadion uit. Boni faalt. Want dat doe je als je een strafschop mist. Goed gedaan van Pasveer. Havenaar, weer Pasveer en daar zit hij er alsnog in. Van Ginkel. Dat is toch sneu voor Heracles. Maar Van Ginkel is onverbiddelijk. Laat zich dit buitenkansje niet ontgaan. En zo heeft Vitesse alsnog de derde treffer te pakken. Zo weer een spectaculair begin. Nadat de eerste helft ook al erg aantrekkelijk was. Boni is er langs. Boni, Boni. En nu is het wel raak. En zo heeft Vitesse in 2 minuten tijd de wedstrijd in de knip. Zo gaat dat. Zoals Heracles speelt. Is het 4-1 voor Vitesse. Kwanza. Castellon. Aardig. Nou, wat heet. Heel aardig. Raak. Uit de draai. Veldhuizen verrast. Veldhuizen blijft staan. En kan hem daarom wel weghalen. Die kopbal van Vajinovic. Boni. Kijk eens. Oh. Ja.
Dat kun je wel doen, maar hij is echt onverbiddelijk hoor. En dus twee keer geel is rood. Boni, dan toch nog een derde. Ja. Met een schijntrap, de voorbeweging, een hat-trick uiteindelijk voor Wilfried Boni. Dat is nog een aardig paasje en het wordt 3-5. 8 doelpunten in deze wedstrijd. Goureye mag afmaken. De paas van Vejinovic. 3-5 hier. Vitesse wint in Almelo.